VV Helden start als eerste club in Limburg met VoetbalTV, een videoplatform voor het amateurvoetbal in Nederland. De wedstrijden van de senioren en de jeugd vanaf jong 13, die gespeeld worden op het hoofdveld van Helden, zijn live te volgen. Nou, op het middenveld hangen twee camera's in een paal en die pakken de beelden op, stralen die naar de kantine. Daar staat een server, die neemt de beelden, legt de beelden vast en via de app kun je de beelden bekijken, live. Nou, dit is een unieke kans, een primeur in Nederland en vervolgens een primeur in Limburg en een primeur voor Helden. En we hopen dat dat heel veel positieve reacties gaat opleveren. Talpa en de KNVB hebben dit initiatief opgestart om het amateurvoetbal een prikkel te geven om ook, ook televisiebeelden te laten zien. En Talpa is eigenlijk mede-investeerder in dit bedrijfje dat deze app uitrolt. Dus Talpa is daar betrokken in. Dat betekent in principe dat het ook geld kost. Kost het jullie ook wat? Ja, dat kost de club wat. Maar gelukkig hebben we twee sponsoren of drie sponsoren gevonden die dit volledig voor hun rekening nemen. Dus het gaat niet ten koste van de leden of van andere spullen die we met de club graag willen doen. Helden 4 is het team dat voor het eerst gebruik mag maken van de nieuwe dienst. De camera's maken volautomatische videoregistraties van de wedstrijden. Die zijn bedoeld voor supporters, spelers en trainers. Supporters kunnen de wedstrijden live volgen of de samenvatting terugkijken. En trainers kunnen de beelden gebruiken bij een wedstrijdanalyse. Ja, we proberen het veld, zover dat veld het ook toelaat natuurlijk, zoveel mogelijk te benutten. Het gaat alleen voor, op dit moment nog voor teams die dus gebruik maken van het hele veld. We zijn ook al aan het kijken en we willen ook de leverancier vragen of het ook niet mogelijk is om natuurlijk die kleintjes aan het werk te zien. Want met name opa's en oma's vinden dat ook fantastisch om te zien. En dat is ook echt de primaire doelstelling. We willen de supporters laten genieten van het voetbalspel. En wat er dan als bijvangst is natuurlijk dat met name de prestatieve teams, de trainers ook met name die beelden kunnen terugkijken. En hopelijk ook inderdaad met hun team samen in de zaal dan kunnen kijken van hey, kijk eens nou hoe jij daar stond. Wat was een betere plek geweest? Nou, als ze dat ook nog mee kunnen doen, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar eerste instantie is ook met plezier thuis in de huiskamer. En uiteraard ook langs het veld, want live beleven is natuurlijk nog het allermooiste wat er is. Nou, wij zijn er eigenlijk best trots op, want wij zijn maar een kleine vereniging, zeer beperkt. Maar om dit te kunnen doen voor onze leden vinden we het toch heel erg mooi en prettig. Dus we zijn er wel trots op. We hopen erop dat de mensen ook benieuwd zijn. We hebben inmiddels al via allerlei social media ook andere voetbalclubs, waaronder Grashoek, die ook nieuwsgierig zijn, die ook al contact gezocht hebben. En wie weet dat dit een sneeuwbaleffect gaat worden voor nog veel meer verenigingen. Door de VoetbalTV-app te installeren op de telefoon of tablet kan men met een KVB-account de beelden bekijken.